kerel, zei hij tegen mij. Eruit jij, jij hoort hier niet. Lazer op jij, wat moet je hier? Eruit jij, jij hoort hier niet. Ik vroeg waarom. Omdat je een vieze, vuile flikker bent. Ik kan me van die nacht herinneren, was ik helemaal alleen, over die, dat pad hier achter glibberend. Maar er waren ook avonden of nachten dat er gewoon wel wat jongens of mannen rondliepen. En dan gebeurde er wel eens wat, vaak daar in de struikjes of hier in dit torentje. Maar je moest altijd wel uitkijken. Er hing wel een sfeer van, als je kwam moest je wel alert zijn, hè? En goed in de gaten houden waar je bevond en hoe je weg kon komen zo snel mogelijk. Hè? Dat heb ik altijd wel gehad. Maar het waren niet alleen maar, zeg maar de jongeren die hier mogelijk goed in het eten gooiden en vervelend kwamen doen. Maar de politie was natuurlijk ook nog een vervelende tegenstander. Die stond het ook niet toe. Af en toe kwam er gewoon een auto hier overheen rijden, vol licht. En dan moest je wel maken dat je wegkwam. Dus iedereen vloog dan weg. Wat op jij? Wat op jij? Omdat je een vieze, vuile flikker bent. Jullie mannetjes kunnen overkomen. Jullie denken dat de hele verdomde wereld van jullie is. Maar je hebt gelijk. Misschien zeg je tegen mij. Over mij snap ik een punt. Nee, voor mij is... Een roze meldpunt. Het is goed dat daar op deze manier snel gereageerd kan worden. Want vroeger werden de poten die werden in elkaar geramd. Dat was potenrammen. Mijn vader was bij de politie en daar was dan sprake over potenrammen. Ja. Dat was een onderdeel van de functie, poterrammen. Een onderdeel, ja, ik heb het niet helemaal goed begrepen. Nee, nee. Oh, daar werd lacherig over verteld. Het was een stoere daad van de politie. Op een verjaardag vertelden ze daarover dat ze dat deden. Ja. En dat meenden ze serieus. Je bent een ordinaire lachen. Volgens mij echt geweld heeft de politie nooit... Bij mijn weten heeft de politie dat nooit gedaan. Maar wat wel gebeurde is dat de politie... Als ze erachter kwamen dat een homoseksueel van Nijmegen ging verhuizen naar Amsterdam, dat de politie in Amsterdam verwittigd werd over het feit dat er een homoseksueel aan zat te komen. De verhalen die je hoorde over de politie, die werden overigens door de politie zelf altijd ontkend, was dat de politie lijsten bijhield van homoseksuelen. En de politie had dus een opsporingsbeleid van homoseksuelen. Mensen die in Nijmegen langer dan 5 minuten op een waterplaats vertoefden, werden gewoon geregistreerd in roze kaartenbakken. En de politie heeft dat overigens altijd ontkend, zei ik al, maar er is onderzoek naar gedaan. En een van de onderzoekers die daarmee bezig is geweest, die heeft die kaartenbakken nog ontdekt. En het bleek ook helemaal niet alleen een Nijmeegs verschijnsel te zijn, maar overal in alle grote steden was er een afdeling bij de politie die zich bezig hield met onderzoek naar homoseksuelen. De gemeente Nijmegen wilde op een gegeven moment dit torentje, of het is eigenlijk een soort doorgang, wilde ze dichtmaken. En toen zijn wij met een stuk of 4, 5 van de rode flikkers zijn we naar de nieuwjaarsreceptie gegaan. Toen de tijd burgemeester De Graaf, met een 4 of 5 waren we, jurkjes opgemaakt. En we gingen de burgemeester een dweiltje en een emmer aanbieden om het parkje daar, om dat niet af te sluiten, maar om het juist schoon te houden. Persoonlijk ben ik er gewoon door een paar supposten van de trappen afgesodemieterd. Ik heb er nog een nummer op geschreven, nieuwjaar 77. Het klootje volk hoopt zich op in het stadhuis, je ziet ze niet. Ze zijn overal verkleed als een schaap, kluiperig. Sluipen ze rond, smeren ze. Alle zijn de sterkste loren rond. Alle zijn de sterke kotsen rond. Alle zijn de sterkste loren rond. Alle zijn de sterke kotsen rond. Vier niks in een jurk.
krakers. Scheid op de orde, we willen een huis. Ik ben een flikker. Ik ben een kraker, ik ben tuig. Oh, wat zijn de sterkste loren van? Oh, wat zijn de sterke kotsen van? Oh, wat zijn de sterkste loren van? Gekraakt, hè? Er werden veel panden gekraakt, ook in die jaren al. Van ons waren er ook die kraakten. Dat liep in elkaar over. Hè? Net goed als wij ook voor een deel bij de studentenbeweging hoorden. Maar daar ook weer niet bij hoorden. Hè? We noemden ons geen rode flikkers, maar rode flikkers. Ook een beetje van een beetje afstand tot het gebruikelijke linkse deel van de studentenbevolking. Dat hoort toch in? Dit is Nijmegen toch, of zo? Oh, dit is in de Broerstraat. 75, ja. Daar ben ik zelf daar, ja. Dat is Thijs daar. En dat is Helm de Laat, volgens mij hier. Helm woonde bij ons in huis met Ludovic samen. Er waren twee stellen, Thijs en ik en Helm en Ludovic. En dat is zo begonnen omdat we met elkaar bevriend waren, maar gaandeweg zijn we helemaal uit elkaar gedreven. Hè? Wij zeg maar de rode flikkers in en zij bij het COC of hoe dat ook precies die tegenstellingen waren. En dus uiteindelijk waren we helemaal geen vrienden van elkaar meer. Zo. Wij vonden als rode flikkers dat je heel anders in het leven stond als niks zijnde en dat het COC dat een beetje wilde wegpoetsen. En daar gingen we niet akkoord mee. Zij woonde op één verdieping en wij op de andere verdieping. We deden alleen samen koken en samen de wassen doen, dat soort dingen. En op een gegeven moment raakte Thijs en Martien erg onder de invloed, onder de indruk ook van een Duitse flikkeractiegroep. En ze zijn toen in Nijmegen de Rooie Flikkers begonnen. En Ludovic en ik, wij zaten meer in de hoek van het COC. Meer de burgerlijke homobeweging, zeg maar. En wij zijn dus op alle mogelijke manieren uit elkaar gegroeid. Kwam overigens niet alleen vanwege politieke redenen, maar Thijs en Martien vonden het op een gegeven moment ook erg leuk om een punkband te beginnen. En Thijs moest dan drummen leren en Martien moest leren basgitaar spelen. En als je daar dan onder woont, dat verdraagt zich niet zo goed met elkaar. Dus we hebben ook wel eens hele grote ruzies gehad. De koning van de moraal, maar je bent een stomme rechtse lul. Flikker vannacht, het raam uit, flikker vannacht. Het raam uit, flikker vannacht. Het raam uit, flikker vannacht. Het raam uit. In de jaren 70 raakte Nijmegen min of meer van God los. Daarvoor was het een zeer rooms-katholieke stad geweest. En eigenlijk was die homobeweging pas mogelijk toen die deconfessionalisering op gang kwam. En in de plaatselijke politiek vertaalde zich dat onder andere door een steeds grotere invloed van, eigenlijk een steeds kleinere invloed van de vroegere KVP, het huidige Christendemocratische Appel, CDA. En steeds meer linkse en radicale partijen kwamen opzetten in de stad. Je had bijvoorbeeld de SP, Zieren. Vrij sterk vanaf begin aan, vrij sterk geweest, enzovoort, enzovoort. En op dit moment is het dus zo dat ook GroenLinks, zeg maar, min of meer de grootste partij van de stad is. Die ontwikkeling, die is in die jaren 70 begonnen. En met name binnen de plaatselijke PvdA is er dus gewoon ook ruimte gekomen voor, zeg maar, roze raadsleden. En Ludovic was daarvan de eerste. Samen, hè. Ruud woonde in Berlijn.
En kijk, ja, dat heeft met zeg maar een soort van Europese beweging op dat moment te maken. Berlijn, Parijs, Italië. En wij uit Nederland, we hebben toen zeg maar een deel van het gedachtegoed uit Berlijn mee naar Nederland genomen. Zo is dat een beetje gegaan. In die zin. En in die zin zijn we met z'n, zeg maar, met z'n drie of vieren, Thijs, Ruud en ik, met drieën eigenlijk, de oprichters van de Rode Flikkers. De Ploegmakers was zeg maar de link tussen Nijmegen en Berlijn. Ruud zat in Berlijn en is daar in aanraking gekomen met het gedachtegoed van de feministinnen van de homoseksuele Aktion West-Berlin. En toen Thijs en Marti daar tijdens een kerstvakantie op bezoek waren, hebben zij samen het Rode Flikkerpaper vertaald. Dat was een soort van beginselprogramma van die Berlijnse groep. En dat werd dus gewoon rechtstreeks uit het Duits vertaald. En dat was ook meteen van toepassing op de Nederlandse situatie. Ruud Ploegmakers is een beetje de ideoloog geworden van de Rode Flikkers. Want al het gedachtegoed rondom zeg maar de Roze Driehoek, de Tweede Wereldoorlog, alle politieke manifesten, die kwamen allemaal van zijn hand. Hij heeft zo'n beetje persoonlijk alle blaadjes van de Rode Flikkers volgeschreven. Zo is nog wel goed terechtgekomen met die jongen. Want hij is geloof ik wetenschappelijk medewerker Portugees aan de Universiteit van Amsterdam geworden. Maar kijk, het is een hele rustige actie. Je begrijpt ook niet dat de politie daarbij in moest grijpen. Het had natuurlijk te maken met herdenking van gevallen nicht in de oorlog. En de feitelijke actualiteit van het homoseksuele in Nederland in 1975. Hè. Die koppeling zat er wel in. Om daar kont van te doen. Dat er in de oorlog ook homoseksuelen vermoord zijn. En dat onze positie in 1975 nog altijd redelijk marginaal was. Maar in die tijd zijn we er op een gegeven moment ook achter gekomen. Zeg maar, dat die een roze driehoek moesten dragen. Zeg maar, de Joden sterven homoseksuelen. En de Rode Flikkers vonden het een goed idee om. Om te eisen dat we ook mee mochten doen met de doden. Denk ik, wat op dat moment volkomen ondenkbaar was, dat homo's met verzetstrijders in één parade zouden lopen of aan één herdenking zouden meedoen. En ze vonden het eigenlijk ook wel heel spannend om die roze driehoek te gaan dragen. Dat is een soort van herkenningsteken, als teken van zichtbaarheid. Wij zijn overal, en dat zijn we natuurlijk ook, alleen kon je dat in de jaren 70 niet zien. Jarenlang is het zo geweest dat mensen gewoon. Althans, het progressieve deel van de beweging met een roze driehoek opliep. Ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer dat nou eigenlijk verdwenen is, want het is eigenlijk nu weer hartstikke nodig. Wenn einer tritt, dann bin ich's. Wird ein getreten, dann bist du's. Oder der totalen Krieg. Genghis Khan. Van het universum. Ik gooi de werelden door. Nou, kijken wat er gebeurde. En ik heb ook nog wel acties mee helpen voeren. En ik was heel erg goed in het schrijven van teksten. Dus ik maakte af en toe wel eens wat foldertjes en zo. Voor de Rode Flikkers? Nee, voor de Rode Flikkers. Als we gewoon weer samen. Kijk, op een gegeven moment werden de Rode Flikkers door de politie van de straat geplukt. En dat vonden we natuurlijk ook weer niet nodig. Ik bedoel, er mocht best een beetje theater op straat gemaakt worden. Dat vonden wij ook wel erg aangenaam spannend om te zien. We vonden het niet de beste strategie, maar toen de Rode Flikkers eenmaal door de politie naar het bureau gedragen werden, liepen wij daar natuurlijk met een grote stoet naartoe. En ik kan me herinneren dat ik daar zelf nog binnen ben geweest om ze weer los te praten en uit het bureau. Je ziet zo'n beetje de rode flikkers groot gemaakt. Want toen die Rode Flikkers helemaal opgepakt waren, was natuurlijk de hel van de stad. Aan mijn voeten kleeft jullie bloed. Richt je op en lik je wonden. Slaven zijn goed voor mijn bed. Zwarte raven vliegen voor mij uit. De nacht geld van gekruis en gehaald. Hier hebben we voor het eerst opgetreden, Tetje en de Flikkers, bij het filmfestival in 78 volgens mij. Het glurende donker, zo heette het filmfestival, maar dat was ook een motto van, als je wilt zien hoe een nicht kijkt, dan
Nou, dat is wel ons groot. Een beetje het einde van de rode flikkers en het begin van Tetje en de flikkers. Maar... Ja, Renno dat hier aan elkaar stak. Maar hier was de filmzaal, hè, toen dat hij... Tetje en de flikkers kwam, zeg maar, grotendeels uit de rode flikkers voort. Dat wil zeggen, Tetje niet direct, hè. Maar de andere drie leden wel, die waren alle drie bij de rode flikkers geweest, ja. Een soort van, het liep zeg maar van actiegroep over in meer actie voeren op een ander gebied, hè, meer via muziek maken, via film vertonen, dat soort dingen. Een krantje maken hebben we het ook een tijd gedaan, Mietje, waar zeg maar het gewone echte actie voeren, dat was na een paar jaar hadden we dat eigenlijk wel gehad. Toen kwam die band, ja. Wij hadden hier in Nijmegen die punkband en in Amsterdam, hè, daar hadden ze natuurlijk ook weer een eigen ding. Daar hadden ze meer een soort van theatergroep. Hè. Toch ietsje meer sophisticated Amsterdam, hè, bij meer dat platte punk. Eigen lijf, eigen lijf. Ik wil het voelen, overal. Zien en ruiken, helemaal. Mooi maken, aankleden, uitkleden, dansen. Lief zijn voor mijn eigen lijf. Eigen lijf, eigen lijf. Ik wil het voelen, overal. Zien en ruiken, helemaal. Mooi maken, aankleden, uitkleden, dansen. Lief zijn voor mijn eigen lijf. Eigen lijf, eigen lijf. Liedje schreef ik meestal, ja. En André schreef er ook wat. Tetje maakte de muziek. We waren met z'n drie of vieren. Het vieren. Ja. Toets, drums, gitaar en basgitaar. Mijn rode flikkers en Tetje en de flikkers, dat was voor mij allemaal één pot nat. Wij waren dus eigenlijk grote tegenstanders van de rode flikkers. Maar een van de leuke dingen in die tijd was dat waar zij mee bezig waren, dat is tot een van de grote verworvenheden geworden van de homo-lesbische beweging. Want wij ontdekten in die tijd, en dat was voor veel politieke dieren in de stad, of het nou gaat om kraakbeweging of anti-kernenergiebeweging of noem maar op, wij ontdekten in die tijd dat actievoeren en politiek bedrijven ook gewoon ontzettend leuk kon zijn. Ik bedoel, je kon een band beginnen, je kon theater spelen, cabaret gaan doen. En dat hoorde er allemaal bij het vormen van een homoseksueel lesbische levensstijl. Het bleek dus gewoon hartstikke leuk te zijn om op die manier ook aan emancipatie te werken. Het eerste Flikker Filmfestival was in 1942, in deze zaal. Niet der homoseksuele is pervers, zonder der situation waarin er leeft. Von Rosa van Braunheim. Al we hadden toch wel veel, redelijk wat publiek was er, ja. Ik weet echt niet meer of het nou uitverkocht was, dat denk ik eigenlijk niet, maar toch redelijk wat volk kwam erop af, ja. Wat wij toen bijvoorbeeld allemaal niet gedacht hebben, dat is wel gebeurd. Ik bedoel, wij dachten zelf toen dat tijd helemaal niet aan zoiets van dat homo's met elkaar zouden moeten kunnen trouwen. Dat is wel gebeurd. Hè? Ik bedoel, ik kan niet zeggen dat er helemaal niks gebeurt in Nederland qua homobeweging. Anderzijds gebeurt er ook wel niet echt heel veel. Ik bedoel, het is komende weekend is Gay Pride in Amsterdam weer. Hè? En je hebt elk jaar heb je Roze Zaterdag. Hè? Nou, dat zijn feesten. Hè? Dat zijn geen. Daar wordt nauwelijks of niet. Zijn het actiedingen? Het zijn gewoon feesten, hè? Toogdagen waarin je uitgaat, hè? En mensen ontmoet en veel en lekker wat drinkt en. Met elkaar feesten, dat is het. Dat is ook heel leuk eigenlijk. Ja.
10 jaar zat ik hier in Nijmegen eigenlijk volstrekt aan de grond. Het leven leek wel voor mij hier afgelopen. En ik moest duidelijk iets doen. Ik moest iets, een move maken. En iets in mijn leven gaan veranderen. Anders was het slecht, geloof ik, met me afgelopen. Ja, omdat ik niks meer kwam. Op een bepaald moment kwam ik tot niks meer. Die band was voorbij, Rode Flikkers was voorbij. Ik woonde hier en daar was alles eigenlijk mee gezegd. Ik had geen opleiding afgemaakt. Dat is allemaal, dat heb ik pas later gedaan. En er moest wat gebeuren. Het had misschien ook hier in Nijmegen kunnen gebeuren, maar toevallig een vriend van mij, die wist een woning in Amsterdam. En toen ben ik met iemand naar Amsterdam verhuisd. Voor mij was de aanleiding om naar Amsterdam te gaan gewoon werk. Ik ging werken op de Vrije Universiteit. En daarmee was Nijmegen af en uit. Faculteit, een sociale wetenschappen faculteit. En na mijn promotie ben ik daar ook weggegaan, omdat ik de universiteit toch niet echt mijn stek vond. Dus toen is de overgang naar de hulpverlening gekomen. En uiteindelijk, zeg maar, werk ik nu hier in mijn praktijk. Dus alles is in huis weer. In dit huis is alles weer teruggekomen, zeg maar. Onze relatie, werk. Ja, jij woont en werkt hier echt, hè? Zoals sommige mensen dat mogen of dat kunnen. Nou, je hebt geen project van 20 jaar met kinderen, zeg maar, de meeste homomannen. Dus zal er een alternatief moeten zijn. Allerlei activiteiten waar je energie in steekt, die het leven de moeite waard maken. Dat kunnen natuurlijk heel uiteenlopende dingen zijn. Maar seksuele dingen zijn dan voor velen niet onbelangrijk bij. Seksueel getinte dingen, feesten, uitgaan, reisjes maken in andere steden en daar weer op zoek naar man, stranden, neuk op het strand, weet ik wat, cruisen. Toch, Thijs? Je zegt het. Maar dit is de foto. Dat zijn Marty en ik. En dat is een vriend van Marty en dat is een vriend van mij. Joost en Gennady. Dat waren de getuigen. Dat waren de getuigen, ja. En een groot feest gegeven? Hebben we niet gedaan. Hebben we pas later gedaan toen we hier in huis woonden. Onze trouwdag of registratiedag? Ja, was een leuke dag, maar het was heel klein, hè. We hebben een feestje met z'n vieren gedaan. Het was wij en de getuigen, dat was het, ja. Voor de rest ook geen familie of niet. Dus heel klein, heel bescheiden. Toch erg dat er nog een meldpunt nodig is. Dat er nog niet een volledige vrijheid is om te zijn zoals je bent. Maar dat in Nijmegen ook een roze dag zou zijn, dat wisten we niet. Ja, en we wilden naar het museum. In je neus, muzak in je oor, beton met staal. Jutta rijden rond, met me her en der, zonder veel publiek, suiker in die tank. Bad.